Verre vruchten. Waar komen ze vandaan? Hoe worden ze geteeld en gegeten? In deze aflevering van de reeks over de herkomst van exotisch fruit zetten we onze reis door Zuidoost-Azië verder en gaan we op zoek naar de lekkerste vruchten van Thailand, het land van de glimlach. Een koninkrijk met 1000 gezichten presenteert ons vandaag zijn betoverende fruitassortiment. Prathet Thai, het koninkrijk van de Thai, ligt in Achter-Indië ten noorden van Maleisië. Het is 17 keer groter dan België en telt zowat 55 miljoen inwoners, waaronder 5 miljoen in de hoofdstad Bangkok. Bangkok heeft als het Venetië van het oosten zijn bijnaam niet gestolen. De talrijke kanalen en riviertjes die de stad doorkruisen, worden van oudsher gebruikt voor het handelsverkeer. In Bangkok zijn die druk bevaren klongs met hun drijvende markten uitgegroeid tot dé toeristische attractie bij uitstek. Om een wat oorspronkelijker sfeerbeeld te krijgen van de Thaise fruithandel, gingen we daarom naar de Damern Saduak, een klong op zowat 35 kilometer ten zuidwesten van de overvallen hoofdstad. Op deze drijvende fruit- en groentemarkt, waar elke ochtend van zonsopgang tot een uur of 10 fruit uit de omliggende boomgaarden in boordevolle jonken wordt aangevoerd, krijgen we een eerste indruk van het gevarieerde fruitassortiment dat Thailand ons te bieden heeft. Longan, cherimoya, santal, guave. Het aanbod is overweldigend. We nemen ons dus voor daarom te beginnen met een vrucht die we ook in Maleisië al heel even te zien kregen, namelijk de rambutan. Op een lokale plantage zien we de hoge rambutanbomen, waarvan de 10 tot 12 meter lange takken met stokken zijn gestut om het gewicht van de vruchten te kunnen torsen. De rambutan, het harige broertje van de lychee, vind je in verschillende soorten en kleuren. Maar de beste, en dus ook de duurste, is de rode variëteit met groene haren op de schil. Deze vruchten die in trossen groeien en vaak ook zo verkocht worden, zijn er vrijwel het hele jaar door. Door een relatief lange houdbaarheid worden ze dan ook met veel succes wereldwijd geëxporteerd. Rambutans hebben een doorsnede van zo'n 4 à 8 centimeter. Het vruchtvlees is glazig wit van kleur, met veel sap en zoet met een aantrekkelijk aroma, alhoewel iets minder lekker dan dat van de edele lychee. De naam rambutan komt van het Maleise woord rambut, wat haar betekent. Tijdens en na de oogst is er een grote bedrijvigheid op de plantage. Want naast de toenemende export is er ook de lokale handel, waar zowat iedereen in het teeltgebied rond de stad Chintaburi rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken is.
Hallo. 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 Bij valavond wordt de oogst van de verschillende plantages verzameld en in grote vrachtwagens geladen om 's nachts getransporteerd te worden naar verre bestemmingen. Want door de hitte overdag zou het fruit anders helemaal uitdrogen. En zelfs voor een nachtelijke reis wordt de lading rijkelijk met water besprenkeld om de vruchten fris te houden. Tussen de vruchten door brengen we een kort bezoek aan het wereldberoemde historische statiepaleis waar de koning van Thailand nog altijd zijn officiële buitenlandse gasten verwelkomt. Cultureel heeft Thailand, dat tot 1940 onder de naam Siam in onze atlas stond, als bij wonder zijn eigen karakter kunnen behouden. Ondanks de turbulente schermutselingen in de meeste van hun buurlanden hebben de overwegend boeddhistische Thai zowel de Chinese wijsheid als het Indisch animistisch geloof in geesten met elkaar verweven tot een opmerkelijk rijke en vredelievende levenshouding. Het is dus zeker gerechtvaardigd dat de voormalige naam Siam werd veranderd in Muang Thai of Thailand. Letterlijk vertaald betekent het namelijk land van de vrijheid. Na de rambutan trekt nu een andere fruitsoort onze aandacht. Het is de doriam, de koning der vruchten. Hoewel deze eretitel in de westerse wereld mij weinig bijval krijgt. De circa 30 centimeter lange doriam, die 1,5 kilo weegt, is een vrucht met bizarre, houtachtige stekels en bestaat in meer dan 100 variëteiten. Deze zware jongens groeien net als jackfruit aan de stam en zware gesteltakken van bomen die 20 tot 40 meter hoog worden. In een goed verzorgde plantage levert 1 hectare al gauw zo'n 10 ton durians per seizoen op. Durians zijn er overigens alleen van april tot juli en na de oogst zijn de vruchten amper 6 dagen houdbaar. Onder de schil, die bij rijping tot geel verkleurt, zien we een aantal segmenten met zaden waar rond het eetbare vruchtvlees zit. De dikke, romige pulp wordt bij voorkeur vers gegeten en is bijzonder rijk aan eiwitten, vitaminen, mineralen en vetten. Daarom wordt deze voedzame vrucht hier vaak als aphrodisiacum aanbevolen. Voor de Thai is deze dure vrucht een echte luxe. Maar in het merendeel van de luxe hotels en bij veel luchtvaartmaatschappijen is de durian absoluut verboden, omdat hij zo'n penetrante, uiterst onaangename geur verspreidt. In dit fabriekje, waar in zeer primitieve omstandigheden durians verwerkt worden, is de hitte drukkend en nauwelijks te harden. Hier wordt het vruchtvlees in grote ketels met suiker gekarameliseerd tot een soort pasta, om later weer verwerkt te worden in ijs, gebak, marmelades en ook sauzen, chutneys en dergelijke. Inkoken en karameliseren is trouwens een goede manier om de snel rottende durians te conserveren. Het is zwaar en slecht betaald werk, waar wij waarschijnlijk onze neus voor zouden ophalen. Toch worden de doriansnoepjes, die hier ook worden gemaakt, door veel toeristen erg lekker gevonden en als geschenk mee naar huis genomen. Deze fruitbonbons zijn dan ook prima om te wennen aan de heel aparte doriansmaak, door liefhebbers omschreven als een engeltje dat over je tong fietst.
Thailand is subtropisch in het noorden en kent een zuiver tropisch moessonklimaat in het zuiden. In het regenseizoen valt het water dan ook met bakken uit de lucht, wat na de hete periodes van windstille droogte als een geschenk uit de hemel wordt ervaren. Maar weer of geen weer, vruchten zijn er het hele jaar door. Hier zien we de zogenaamde water apples, kleine vruchten die nog niet geëxporteerd worden. Ze smaken een beetje als appels die in rozenwater gemarineerd zijn. Op de overdekte markt van Chentaburi ontdekken we tal van andere, ons onbekende exotische lekkernijen, maar ook enkele vruchten die wel al in Europa te krijgen zijn. Deze salax bijvoorbeeld, ook bekend als snake fruit, omdat de schil aanvoelt als de huid van een slang. Of deze jujuben. Ze zien eruit als olijven, maar wij kennen ze vooral als Chinese rozijnen of verwerkt tot drop. We zegden het al dat het koningschap van de durian vaak wordt betwist. Over de koningin der vruchten zijn de meningen nauwelijks verdeeld. De delicate Mangistan mag zich al talloze jaren verheugen op een warme belangstelling in de hele wereld. Maar de verzengende hitte van de tropenzon zou voor deze jonge Mangistanboompjes moordend zijn zonder de schaduw van een koesterend korfje. Een bodemloze mand of palmbladeren op een bamboestaketsel vormen voldoende bescherming voor de twijgen die pas na 8 tot 15 jaar vruchten zullen dragen. Een volwassen Mangistanboom levert zelden meer dan 500 vruchten per oogst op en blijft maar enkele jaren productief. Het opkweken van nieuwe planten is daarom een belangrijk onderdeel van de teelt. Dicht bij het grensgebergte met Cambodja zijn het klimaat en de bodemgesteldheid bijzonder gunstig voor de teelt van de veelijzende Mangistans. Op uitgestrekte plantages kan de opbrengst dan ook opwegen tegen de ondankbare teelt en de moeilijke oogst. Wat een tem. De Mangistans, die één voor één moeten geplukt worden, zijn niet goedkoop. Daarom worden ze met de grootst mogelijke zorg geselecteerd en verpakt in stevige dozen voor verzending naar het buitenland. Soms, en dat geldt met name voor de Japanse markt, gaat een hele partij de diepvries in. Zo zijn deze fragile vruchten wat gemakkelijker te verhandelen, maar verliezen ze wel veel van hun fijn aroma. Onder de paarse schil van de kogelronde Mangistan is het wat knapperige vruchtvlees verdeeld in een aantal partjes. Dit aantal komt vaak overeen met het aantal stempeldelen aan de onderzijde van de vrucht. Zoals u kan zien zijn er verschillende manieren van schillen, maar waar het op aankomt is het vruchtvlees gaaf te houden. Het is fris zoet van smaak en doet wat het aroma betreft een beetje denken aan druiven of perziken. De Mangistan wordt meestal rauw gegeten in fruitsalades, in sorbets of bij ijs met slagroom. Maar ook in warme bereidingen, met saffraan, curry en gambas bijvoorbeeld, kan je er heerlijke, exotische gerechten mee maken. Heel wat smaakmakende recepten vindt u in het boek Verre Vruchten, dat bij deze programmareeks wordt uitgegeven. Deze keuken is meestal verrassend eenvoudig, maar toch kunt u dit soort verfijnde decoraties beter aan Thaise handen overlaten. De kunst van het fruit snijden vraagt namelijk een Aziatisch engelengeduld en heel wat jaren ervaring.
litchi is ongetwijfeld de meest bekende vrucht uit het Verre Oosten. 4000 jaar geleden al brachten de Chinezen deze edele vrucht in cultuur. In Thailand vinden we de litchis vooral in het subtropische noorden, omdat ze in de hitte van het zuiden niet goed gedijen. Deze ronde vruchten behoren tot dezelfde familie als de rambutans, groeien in trossen van soms wel 30 exemplaren, zijn fijner van smaak en bijzonder geliefd bij een groot publiek. In het drukke Bangkok valt ons oog op een reusachtig reclamepaneel met een longan-plantage in Noord-Thailand. De longans zijn nauw verwant aan de litchis en worden op vrijwel dezelfde manier geteeld. In Europa zijn ze bijna niet te krijgen, maar overal in Zuidoost-Azië genieten deze drakenogen een grote populariteit. In de periode voor de oogst wordt er op de uitgestrekte plantages kwistig geïrrigeerd. Want het klimaat in het noorden is nogal droog. En na de koele nacht stijgt het kwik overdag snel tot circa 40 graden. Het goederenvervoer gaat in Thailand grotendeels over de weg. Ondanks de vele slachtoffers tijdens de aanleg van de Birma-lijn met de brug over de river Kwai, is er in Thailand na de oorlog nooit een efficiënt spoorwegnet uitgebouwd. Wel werd er de laatste jaren veel geïnvesteerd in het binnenlands luchtverkeer. De volgende halte op onze reis naar de verre vruchten van Thailand is een mango-plantage. Met speciale plukstokken haalt men de mango's met steel en al uit de bomen. De niervormige vruchten die tegenwoordig in alle tropische streken van de wereld wordt geteeld, komen oorspronkelijk uit Maleisië en India. Je eet ze vers, uit blik of gedroogd. En alle culturen hebben zo hun eigen manier van presenteren. Hier ziet u de veel voorkomende Filipijnse manier, waarbij een groene, vezelloze mango keurig wordt verdeeld in boterzachte, hapklare brokjes. De Thaise methode bestaat erin de vrucht eerst met liefde te schillen en dan in mootjes te hakken. De Maleise werkwijze tenslotte begint met een korte, sensuele massage, waarna de vrucht van zijn topje ontdaan wordt en gulzig leeggezogen. De groene mango wordt in veel westerse landen ten onrechte beschouwd als een onrijpe vrucht. Niets is minder waar, maar omdat andere variëteiten beter in de markt liggen, gaat men de laatste tijd meer en meer over tot het kweken van nieuwe soorten. Door het enten van zachte, vezelloze variëteiten uit Florida op bomen van eigen bodem, probeert men bovendien de lichte terpentijnsmaak, die de meeste mango's eigen is, wat af te zwakken. Voor een nieuwe plantage worden jonge boompjes kunstmatig afgelegd. Op een bewortelde onderstam ent men dan de gewenste variëteit.
Wanneer wortel en tak volledig vergroeid zijn, worden ze losgesneden van de bestaande boom en als kleine mangoboompjes verder opgekweekt in de plantage. In Zuid-Amerika vernemen we meer over de mango's. Maar voor het grootste boeddhistische gebouw ter wereld moeten we wel degelijk in Thailand zijn. De Pra Pratong Chedi is 127 meter hoog en domineert op indrukwekkende wijze het straatbeeld. Toch gaat het wereldse leven aan de voet van dit religieuze monument gewoon zijn alledaagse gang. In kleine restaurantjes leren we de keuken van de Thai wat beter kennen. Naast noedels van rijst of graan blijkt in heel Thailand vooral soep de belangrijkste schotel van elke maaltijd. Van 's morgens tot 's avonds doet men zich te goed aan de meest uiteenlopende soepen. Vlees wordt in dit boeddhistische land maar met mondjesmaat gegeten. Groenten en kleefrijst vormen daarom de basis van de plat de résistance. Al dan niet overgoten met alweer een pikante soep. Naast rijst en exotisch fruit exporteert Thailand ook maniok of tapioca, een knolgewas dat in westerse landen massaal verwerkt wordt tot veevoeder. En vergeten we ook het Thaise suikerriet niet, dat ook een belangrijk aandeel op de wereldmarkt voor zijn rekening neemt. Maar we dwalen af. Hier zien we de zogenaamde suikerappel, de pomkanel, sugarappel of in het Latijn Annona squamosa, een telg uit de belangrijke familie van de Annonaceae. Aanvankelijk kwam deze vrucht uit Zuid-Amerika en werd ze pas in de 18e eeuw in Azië geïntroduceerd. Als de vrucht rijp is, breek je ze langs de schubben open. Het vruchtvlees is wat korrelig en bevat enkele oneetbare pitten. Ze heeft een delicate, uitgesproken zoete smaak die doet denken aan kaneel. De kaneelappels kennen een groeiend succes op de Europese markt, net als de wat bekendere Sherry Moya en deze soursop of zuurzak. Allemaal leden van de uitgebreide Annona-familie. Het tropisch regenwoud is natuurlijk een zeer belangrijke leverancier van exotische lekkernijen. Durians, jackfruit, mangistans, langzats, rambutans, salax en passievruchten. Allemaal ontstaan in het intense ecosysteem van het regenwoud. Terug in de mensenjungle stuiten we op pomelo's van Siam. De grote, smakelijke pompelmoezen zijn een typisch Thaise specialiteit. Pomello's worden in de plantage op de vochtige grond tussen kleine kanaaltjes gekweekt. Thank you.
Dat ze bereikbaar zijn met een bootje is natuurlijk heel praktisch bij het oogsten. Want de zware vruchten kunnen zonder veel moeite verzameld en afgevoerd worden. De aloude pomelo's van Siam krijgen opnieuw veel belangstelling. Vooral de laatste jaren probeert men door wetenschappelijk onderzoek zoetere, zaadloze variëteiten en een meer efficiënte natuurlijke bescherming tegen insecten te bekomen. Ook probeert men door het enten van succesvolle gewassen het aantal soorten verder uit te breiden. We have four categories of pomelo here. The best one is khao teng kwa. The second one is khao nam phung. The third one is khao phuong. And the last one is khao pan. Een andere fruitsoort die we in de gaten moeten houden is de guave. Bij ons vooral gebruikt in exotische vruchtensappen en yoghurt. Net zoals in Maleisië wordt ook hier elke vrucht afzonderlijk ingepakt, wat insecten, vogels en vleermuizen geen kans geeft om de oogst te beschadigen. Guaves hebben een heerlijk aroma en zullen waarschijnlijk in de nabije toekomst bij ons gewoon in de supermarkt liggen. Zo ziet u maar, het exotische Verre Oosten heeft nog heel wat tropische verrassingen in petto. Steeds meer fruitsoorten die hier dagelijkse kost zijn, raken ook stilaan bij ons ingeburgerd. Volgende keer reizen we naar Ecuador om te zien wat Zuid-Amerika ons nog meer te bieden heeft. Het mysterieuze Azië blijft alvast een mooie belofte voor de toekomst. Op het einde van deze serie Verre Vruchten verschijnt er een rijk geïllustreerd boek over de herkomst van en koken met exotisch fruit. Meer informatie vindt u in onze gratis folder die u kan aanvragen bij BRT Verre Vruchten, Reierslaan 52 1040 Brussel.